In de stad Amsterdam, waar de zeelieden lallen en als een wimpel zo lang in de dokken gaan ronk. In de stad Amsterdam, waar de zeeman ontwaart. Dus je bent al aan het presenteren. Welkom in de Jordaan. In Osdorp. In Geuzeveld. In Zuidoost. Welkom bij On & Backstage, even niet alleen. Als kind zijnde was ik al helemaal weg van dansen en muziek en van zingen. Heb in verschillende musicals opgetreden. Daarnaast ben ik een eigen balletschool begonnen. En van daaruit ben ik met mijn eigen groepen helemaal naar het buitenland gegaan. Even niet alleen is het eerste initiatief wat wij hebben gedaan. En dat was een buurtinitiatief. Met de buren, met cultuur, hoe je mensen echt tot elkaar kan laten komen. Hoe trots ze zijn, hun eigen waardestijl. Ik ben een mensenmens en ik hou van mensen. Het is het mooiste dat je bij elkaar in de buurt woont. We kunnen toch wel makkelijker communiceren en helpen. Met de minima's te activeren en ons clubjes onder één paraplu. Het was José Schaap eigenlijk die mij daar naartoe getrokken heeft. Onder het mom van Samen Positief. Jeannette Alles die zocht eigenlijk mensen voor de revue die iets konden doen daarmee. Wij hebben gedanst. Met hoeveel mensen je het ook doet, het is juist het leukste. De ene kan decor bouwen, die kan dit, die kan dat. De flashmob vind ik ook erg leuk met een hele groep van die dames. Het is eigenlijk steeds leuker geworden. De revue is niet alleen arm en rijk, Romeo en Juliet. Er zijn ook heel veel culturen, want Amsterdam is eigenlijk een multiculturele stad. Dat maakt de show ook extra aantrekkelijk. Doordat je veel cultuur allerlei soorten dansen hebt. Een Franse opening met vieren en glamour. Daarna hebben we Marilyn Monroe uit Amerika. De Arabische buikdanseres die uit de Nederlandse vlag komt. Daarnaast gaan we op safari in Afrika. Ook mooi voor het publiek om dat te zien. Dat betekent dat dus ook onze bezoekers een heel cultureel gezelschap zien. We hopen het nog heel lang mee te mogen doen. Cultuur met je buur. En even niet alleen. Van On & Backstage. Ik word er blij van. Heel blij. Net als zij. Er is nog één persoon die we ook heel graag willen bedanken. Dat is de vrouw die dit allemaal heeft georganiseerd. Die ons allemaal inspireert en bij elkaar houdt. En dames en heren, dat is Jeannette Alles. En dank u allemaal. We hopen dat u genoten heeft.